Yo guys, Kletje hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag speel ik terug Outlast. Ik ben echt fucking bang, want het is echt heel lang geleden dat ik mijn eerste Outlast heb gespeeld. Ik heb totaal geen zin in, ik heb wel overlaatst mijn video teruggezien om te kijken waar we waren gebleven. En blijkbaar moest ik een of andere sleutel gaan halen of zoiets. En we waren overal gaan kijken, ook beneden. Maar hier nog niet blijkbaar. Dus er gaat waarschijnlijk een lange zoektocht worden naar die sleutel. Ja, hier liep ik de vorige episode. Oh, wauw. Is de sleutel serieus hier? Ah, seems legit. Thanks. Oké. Ik ben dat er nu iemand achter me aankomt of zo. Nee. Oh. Fuck, fuck. Sorry, oh my god. Oh, sorry, dat was echt heel eng. Precies een varken daar wordt geslacht. Men ook nog zo achterlijk om eerst nog iets te vallen. Oh my god. Oké, okay, in het geval dat die gast weet die naar boven moet komen. Oh fuck, ik kan nog eens vallen. Is dat niet? Ja, de hier. Nice, oké. Ik had echt zo één job en dat was niet naar beneden vallen. Wat deed ik? Naar beneden vallen. Hey. No. Follow the blood. Ik heb trouwens een chocomel bij me. Dat is om mijn eigen te kalmeren. Het werkt helemaal niet, maar het is idee wat telt. Oh, wacht. Wel aan het morsen, dat is niet goed. Oh my god. Ja, ga maar weg, inderdaad. Haal dat. Ah, dankjewel. Het zou heel typisch geweest zijn als ik naar beneden was gevallen. Oké. Ah. Waar? Ah, hey. Ik ben geholpen door meneer de geest. Oh, maar ik verschool van mijn eigen schaduw. Jesus. Chocomel. Ik heb chocomel nodig. Oké. Ik kan terug voort. Dat is echt heel vies spel. Maar ik moet plassen van de zenuwen. Deze is maar een spel, Wouter. Oh ja, maar. Oh my god. Aan deze van die grote ruimtes heb ik echt slechte herinneringen aan. Hé, er ligt. Oh, wauw. Pak dat. Dat boekje gaf ook zo licht. Nou, vandaar kwam ik, hè. Ah, wauw. Oké. Okay. Oh, ik moet de batterij er opnieuw in doen. Wauw, lie. Oké dan. Iets of iemand is aan het liegen. Where I am. Oké, okay, laten we hierin gaan. Deze is echt. Deze is echt om te wenen. YOLO! Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oké, okay, ik had per ongeluk de opname gestopt. We zijn terug. Hij is rond, let's go. Let's fucking go. Zij zijn rond. Oké. Okay. Waar ben ik nu? Ah. Oké, okay, dit is trouwens ook een spannend deel, want bij deze deel viel mijn PC altijd uit. Voor de nieuwe voeding.
Dus nu is het extra spannend. Maar hoor ik niet iemand? Hey, vriend, hallo. Je suis hier. Ja, die kerel is echt zat. Ah, man. Waarom? Ah, oké. Oh nee, deze gaat instorten. Ik zeg het u. Dat deze gaat instorten. Kijk, hè. 3, 2, 1. Ah, oh. Nevermind. Ah, niks instorten dan. Nee. Het spel heeft me echt genaaid. Maar waar de fuck? Wel een mooie soundtrack, dat is wel mooi. Als er hier een of andere fucking psychopaat is. Oké dan. Dan haat ik mijn leven wel. Fuck you, bliksem! Hé, wel een batterie. Wacht, ik even op stop zetten. F serieus. Kerel heeft twee jobs in dit spel. En zijn eerste job is uit dat huis geraken. Zijn tweede job is zijn camera gebruiken. Wat doet hij? Hij verliest zijn camera. Good job. Good job, really man. Oh my god. Het is donker. Ja, dat heb je als je een camcorder hebt. Ah, hey. Oh, wow. Oh, fucking wow. Chocomel. Is hier toevallig een psychopaat? Ben ik dat die stapt of? Dat zullen we zo wel zien. Fuck off. Maar hoe kut is dat dat ik mijn camera niet kan gebruiken? Waar ligt mijn camera? Ja, doet die andere deur dan ook dichtbij al op? Hoe kut is deze? Oh wow. Oh fucking hell. Oh. Oh. Dat was heel slim van mij om de deur dicht te doen. Oh my god.
Oh. Er staat iets achter me aan, maar ik weet serieus niet wat. Fuck you. Dat was echt wel heel kut eigenlijk. Wees alsjeblieft deze keer niet meer zo achterlijk om je fucking camera te verliezen. Dankjewel. Eigenlijk is het echt wel een stevige camera. Als iemand zo'n hoge hoogte valt en die werkt nog altijd, is dat geen slechte camera. Oh. Oké. Okay. Oh wauw. Oké. Okay. Is dat wel haalbaar, die jump? Ah. Ik heb dat goed gedaan, die jump. Als ik hierin moet vallen, dan ga ik dat niet doen. Ha. Hey, hier was ik daarnet. You don't say. Martin! Is dat de bedoeling dat ik die hier heb gevonden of niet? Oh. Martin? What the fuck? Only one way out. Only one way. Dat is niet de bedoeling. Laten we. Laten we Father Mar. Fuck you. Maar dat is echt al bij mij er van die vage, rare bugs voorkomen. Oké. Okay. Saving. Oh. Fucking sieberen. Is dit niet waar we in het begin waren? Ik denk het wel. Oh my god. Oh nee, nee, deur open. Uh-oh. Akbar! Oh. Ik hoopte echt dat hij niet meer ging terugkomen. Oh. Oh. Ja. Oh, wauw. Oké, zou ik het doen of zou ik het doen? Joe. Ja, hier was ik in het begin. Oké. Yes, coming. I'm coming. En ik weet niet juist naar waar ik moet. Ja, ik weet het wel. Maar hier waren we dus gewoon begin. We zijn gewoon terug waar we waren eigenlijk. Nou, ik denk dat het een mooi momentje is om deze. Ja, waarschijnlijk moeten we gewoon wel naar hier gaan. Of, ja, oké. Okay. Deze aflevering heeft mij maar een paar hartaanvallen gegeven. Al geluk, werkt Auglas wel terug. Dus. Dat is goed. We hebben Siever ook redelijk snel afgeschud. En Shockmel heeft mij gesaved. Maar ja, volgende week woensdag komt de voorlaatste aflevering van Outlast al aan.
online. Ja, dan komt die online, inderdaad. Dus ja, vond je ze leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.